Het is een gigantisch, 11 meter diep gat. Misschien wel op de mooiste plek van Den Haag. En de bouwer is trots. Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het super om te zien dat je in zo'n stedelijk gebied toch iets moois en iets indrukwekkends weet neer te zetten. Dat blijft een hele mooie job. In juli 2015 wordt begonnen met de parkeergarage. Op dit moment wordt de vloer versterkt. Daarna komen de 3 verdiepingen in. Lego, zegt de bouwer. Zodat er straks plek is voor 320 auto's. Een lastige klus, want vlakbij zijn monumentale gebouwen. Zoals je kan zien staan de panden hier echt aan de rand van de garage. En we gaan toch 11 meter de grond in. Dus het risico van verzakkingen is groot. Dus daar moet je heel goed op letten. En we hebben geen plek om onze spullen aan en af te voeren. Dus logistiek is het echt een hele puzzel. Tijdens het begin van de werkzaamheden zijn er wat hobbels. Zo moeten er 5 kastanjes en 3 linders worden gekapt voor de garage. Ook raken een paar bomen onherstelbaar beschadigd. Die bomen hadden ook de kastanjeziekte, dus uiteindelijk zouden die toch een keer vervangen worden. Dus dat hebben we weten te combineren met de realisatie van deze parkeergarage. En er komen nieuwe bomen terug? Absoluut. Minimaal net zoveel als wat er hebben gestaan. De bouw van de garage zorgt er wel voor dat ondernemers in de omgeving het nu moeilijk hebben, omdat ze slecht bereikbaar zijn. Maar straks, dan wordt alles beter. Dat betekent straks dat we een fantastische parkeergarage hebben die ons buurt heel goed kan voorzien. De culturele instellingen, de restaurants, de winkels, maar niet te vergeten de bewoners. En als dit dicht is, dan gaat de vlag uit en drinken we nog een glaasje.